Het is een heerlijk weertje vandaag. En daarom wil Moestie een lange wandeling gaan maken. Hij is al een heel eind op weg als hij even blijft staan. Moestie blijft niet staan omdat hij moe is, hoor. Nee, hij heeft iets gezien. Kijk maar. Het is mama eend. Met haar drie kinderen. Mooi is dat, zegt Moestie. Moeder eend is ook op wandel met haar kinderen. Dit moet meneer Konijn zien. Kom maar, meneer Konijn, zegt Moestie. Je zal echt niet teleurgesteld zijn. Kijk daar maar eens. Maar meneer Konijn is wel teleurgesteld, want alles wat hij ziet is moeder eend die helemaal in haar eentje op haar nest zit. Wel, vraagt meneer Konijn, is dit wat je me wou tonen? Ja en nee, zegt Moestie. Eigenlijk wou ik je de kleine eendjes laten zien, maar ze zijn weg. Wat erg, ze zijn zeker verdwaald. Moeder eend zal wel triest zijn. Kom, we gaan de kleintjes zoeken. Moestie en meneer Konijn zijn elk een andere kant uitgegaan. Moestie kijkt achter de struiken. Hij kijkt tussen de bloemen. Er is nergens een eendje te bespeuren. Moestie zoekt natuurlijk verder. En een heel eind van hem vandaan doet meneer Konijn precies hetzelfde. Zoeken. Misschien zijn de eendjes wel in een kuil gevallen, denkt meneer Konijn. Hij duikt een hol in. En komt er even later en een beetje verder weer uit. Heel ontgoocheld. Ook hier is niets te zien. Ontmoedigd komen Moestie en meneer Konijn weer samen. Ze hebben geen enkel eendje gevonden, laat staan drie eendjes. Wat nu? Vraagt meneer Konijn. Weet je wat? Zegt Moestie. We brengen moeder eend wat te eten. Dan vergeet ze misschien even haar verdriet. Moestie komt aangelopen met een zakje vol broodkruimels en een wortel die hij van meneer Konijn heeft gekregen. Voorzichtig legt hij het brood en de wortel neer. Dankjewel, daar zullen we met z'n allen lekker van smullen. Want moeder eend zit er helemaal niet in haar eentje. De kleintjes waren gewoon moe en hadden een warm plekje gevonden onder moeders vleugels. Moestie en meneer Konijn bekijken elkaar eens, maar kunnen er wel om lachen. De eendjes, die zijn nu goed uitgerust en blijkbaar hebben ze een reuze honger. En meneer Konijn heeft al vlug gemerkt dat een wortel niets is voor eenden. Jammer, zegt hij tegen Moestie. Het was nogthans goed bedoeld. Nu ben ik wel verplicht om die wortel zelf op te eten.